Welkom op de videopresentatie van Wil en Falco Ebben uit Beneden-Leeuwen. Het vlieghok van deze oom-neef-combinatie biedt plaats aan slechts 12 koppels oude duiven, waarmee ze op totaal weduwschap vliegen. Hiermee gaan ze de strijd aan, ook tegen mannen met een veelvoud aan duiven. Toch geven ze die megahokken regelmatig het nakijken. Vooral op de eendaagse vond is het tweetal uit Beneden-Leeuwen moeilijk te kloppen. Vanaf 2004 tot en met 2008 wonnen ze maar liefst 46 zuivere eerste prijzen tegen gemiddeld 1551 duiven. Verder wonnen ze, met slechts een paar duifjes mee, de laatste 5 seizoenen op de belangrijke NPO teletextvluchten 15 prijzen in de eerste 10 van afdeling 8 Zuid, waaronder 3 eerste prijzen. Het jaar 2008 werd met de eerste en tweede prijs NPO Morlancourt tegen 16.971 duiven en 13 zuivere eerste prijzen het hoogtepunt van hun carrière. Naast deze bijzondere prestaties sleepte het tweetal enkele aansprekende kampioenschappen in de wacht. Zo werden ze in de plusminus 700 leden tellende regio 3 van afdeling 8 de laatste 4 jaar respectievelijk eerste, vierde en tweede onaangewezen kampioen op de eendaagse vond. In de vondclub Wiegen werden ze kampioen in 2004, 2006 en 2008. Het hok van de Ebbens is opgebouwd uit verschillende rassen. Het begon allemaal met hun stamduivin Suske. Deze gouden kweekster, nog een afstammeling van de 46 van Verbart, werd gekoppeld aan een zoon van de beroemde Blauwe Jos 69 van Arie van Beek. Moeder van onder meer Roosje, de bekendste duif van het hok, met op haar palmares maar liefst 6 eerste prijzen in groot verband. In NPO-verband won ze onder meer de eerste La Ferte Bernard, 5.503 duiven, 12e Vierzon, 3.648 duiven, 15e Bourges, 4.886 duiven en 18e Bourges, 3.673 duiven. Dat Roosje ook over kweekcapaciteiten beschikt, bleek wel in 2008. Haar kleinzoon Diablo won eerste NPO Morlancourt 16.971 duiven. En een achterkleinzoon won de eerste NPO Sens tegen 2890 duiven bij de heer Van Kreeft uit afdeling 7. Een halfbroer van Roosje, de elfpenner, werd duifkampioen eendaagse vond in de kring en werd 18e nationaal duifkampioen NPO Eendaagse Vond. Deze elfpenner heeft op andere hokken al heel wat goede nazaten gegeven. Een andere broer, Zeno, bleek een geweldige kweker. Zijn zus Masha was met 4 eerste prijzen, waaronder 3 in groot verband en 2 teletextposities, een waar wonder op Wieken. Maar Zeno lijkt op het kweekhok een prominente plaats in te gaan nemen. Onder zijn nakomelingen bevinden zich Alia en Belle, twee duivinnen die samen reeds 5 eerste prijzen in groot verband scoorden. Daarbij won Belle de NPO-vlucht vanuit Freiburg in afdeling 8 Zuid tegen 3790 duiven. En werd Alia als duif in CC de Waalkant. Naast de duiven uit de lijn van Suske zijn de Ebbens bijzonder geslaagd met de duiven van Ad Schaarlakens uit Paarden-Nassau en Arie van Beek uit IJzendoorn. De kinderen van Suske zijn hier een goed voorbeeld van. Maar ook de kruising Schaarlakens en Van Beek pakte zeer goed. Een voorbeeld hiervan is de jaarling Conan. Hij won als jong vierde menen 9291 duiven en was in 2008 goed voor 9 prijzen van 1 op 10 van 12 keer zetten. Een halfzus van Conan, Bontje, is een ander voorbeeld van een geslaagde Van Beek en Schaarlakens kruising. Deze topkweekster is moeder van 6 verschillende eerste prijswinnaars en grootmoeder van de eerste NPO Morlancourt tegen 16.971 duiven. Naast deze lijnen, die de basis van de kolonie vormen, zijn de laatste jaren ook succesvol duiven ingekruist van Nico-Jan Koenders uit Westervoort, waarmee ook regelmatig aan samenkweek wordt gedaan. Bij grootmeester Gabi van der Nabelen uit Dentegem werden enkele jongen uit de beste vlieg- en kweekduiven gekocht. En ook hiermee zijn de eerste successen reeds geboekt.
Wilt u meer informatie over het systeem van de Evans en de aankomst van Châteauroux 2008 meebeleven? Bestel dan de DVD bij de Courier.